Hoi lief allemaal. Welkom bij al vrij snel weer een video voor het collectief. Met betrekking tot tweelingvlammen lichtwerkers. Ik had er nog niet zo lang geleden een gemaakt over spijt op je sterfbed. En ik, ja. Mijn intuïtie leidt me weer naar deze video. Want, waarom zo snel? Nou ja, ten eerste gaat het allemaal heel erg snel. De shifts gaan heel erg rap. Er gebeurt ontzettend veel tegelijkertijd bij heel veel mensen. Vooral bij de mensen die een tijd stagnatie hebben ervaren. En wakker zijn geworden, geleerd hebben van torenervaringen en eigenlijk gepusht werden om vooruit te gaan. Die hebben het de afgelopen tijd, in ieder geval mensen die het als behoorlijk zwaar hebben ervaren de laatste tijd. En dat geldt ook voor veel mannen, maar ook voor een aantal vrouwen die nog vooral veel in dat hoofd aanwezig waren. En die ook zeg maar die balans moesten vinden van hoofd en hart. Denken, voelen. Maar waarom dus deze video? Omdat er een aantal dicht bij die victory zit. Met betrekking tot de inner union, de innerlijke vereniging met je vrouwelijke en je mannelijke energie. Maar als je dat hebt bereikt, dan heb je dus ook één zijn met je goddelijke ik ben aanwezigheid bereikt. In jezelf. En dan is een logisch gevolg ook dat als het de bedoeling is dat dat er een hereniging moet komen tussen aanhalingstekens met je tweelingvlam, dat ook dichtbij is. Wat echter een aantal nog waar wat voor een aantal nog belangrijk is, en ik heb deze kaart er even zo gewoon bijgepakt, want ik kreeg hem eerst uit een andere set, maar dit is die kaart die het eigenlijk heel erg mooi weergeeft. Er staat, dit is ook een man. En die man die kijkt met gebogen hoofd, met zijn hoofd naar beneden. En het ziet er heel erg uit als spijt. Maar ook wat als schaamte. Maar vooral met dat gebogen hoofd. Van, wat heb ik toch eigenlijk een spijt hoe het allemaal is gelopen. En is bezig met denken over die gevallen bekers. De bekers staan altijd voor het gevoel. Maar ook voor zeg maar je relaties. Hè, dat relaties met elkaar heeft te maken ook met gevoel en emoties. Want mensen. Kijk, een voorwerp kan mij niet tot bij mijn gevoel brengen, maar dat kan de mens wel. He, mensen kunnen mij bij mijn gevoel brengen, hetzij bij boosheid, hetzij bij verdriet. Maar dit is een enorme verdrietkaart. En als je hem heel zuiver zou uitleggen, hè, of in ieder geval wat het doel is van deze kaart, kan ik beter zeggen, is dat het heel goed is om naar de omgevallen bekers te kijken, het te observeren en ook te kijken, wat is mijn aandeel geweest in het feit dat die bekers omver zijn gevallen, dat ze niet meer overeind staan, dat het kapot is. En dan is het inderdaad heel goed om te kijken, wat is mijn aandeel daarin? En
En dan is het mooi om dat zuiver te zien, want dan kun je het veranderen bij die relatie of die bekers die nog steeds, als je even omkijkt, overeind staan. Die twee, die zijn voor jou bedoeld. En om het dan dus heel anders te gaan doen. Maar wat stagneert, wat de victory tegenhoudt, de overwinning, dat is de Boeddha-overwinning, goddelijke overwinning, tegenhoudt. En dat is dus die eenheid met het goddelijke en met jezelf. En uiteindelijk ook met die ander. Is dat als je blijft hangen in spijtgevoelens of schaamtegevoelens of schuld. En dat je jezelf niet vergeeft, want daar gaat het nu om. Het gaat om vergeving. En dat je jezelf niet vergeeft, maar ook dus en anderen niet vergeeft. Dan houdt dit je heel erg vast. Dan wordt het een hele ongezonde energie. Het is heel goed om heel even spijt te hebben. Om het jammer te vinden dat het zo gelopen is. Maar het kan ook een strategie van je ego zijn om jou daarin te houden, zodat jij niet verder komt. En dat bevestigde ook met dat deze kaart voor mij eruit viel, voordat ik dan zo'n video doe, vraag ik ook, als het me nog niet helemaal bekend is, was van waar de video over moet gaan, dan vraag ik ook daar informatie over. En ja hoor, dan kwam deze eruit. En die lees ik even voor. Die zijn hele mooie kaartjes over de goddelijkheid van de mens. En daar zijn we dus mee bezig. Om die onze goddelijkheid onszelf weer te herenigen. Verenigen, hoe je het ook noemen wil. En deze kaart zegt het volgende. Het je bewust worden dat jij zowel goed als kwaad in jezelf draagt, brengt je tot mededogen en vergeving. En dat nu maakt het Christusbewustzijn de onvoorwaardelijke liefde in jouw hart wakker. En als je deze mooie woorden echt in je hart laat doordringen, dan ben je gelijk uit deze energie van je slachtoffer voelen, als je hem in de schaduw duwt. En dat je alleen maar focust op wat misging en dat je helemaal niet ziet dat er nog allerlei nieuwe kansen zijn die je. En dat je juist van deze ervaringen heel erg veel kunt leren voor de nieuwe ervaring die op je staat te wachten. Dat je het heel anders kan doen. Maar dat houdt je dus af als je in het slachtofferdenken zit. Van ik heb het fout gedaan en dat kan ik niet meer rechtbreien. Ik zou niet weten hoe. Alles is verloren. Maar het kan ook zo zijn dat je niet zozeer naar jezelf toe zo vreed bent, maar dat je dat naar anderen bent. Dat jij zoiets hebt van nou, het is de schuld van die anderen dat die bekers allemaal omgevallen zijn. Zij hebben dat kwaad in zich en ik heb alleen maar goed gedaan. En wat is mij aangedaan, et cetera. En dat je dus niet bereid bent anderen te vergeven. He, dus voor de een geldt van dat het eigenlijk meer de neiging is van jezelf niet vergeven. Maar voor sommigen is het juist andersom, dat je aandacht meer naar buiten is gericht en dat je anderen de schuld geeft. Dus heel vaak mensen die veel te veel in die mannelijke energie waren doorgeslagen, en dat zijn meer de mensen met de maskers van de macht, heel erg openlijk de strijd aangaan, ruzies veroorzaken. Die zitten vaak in, want dat yang-energie is namelijk naar buiten gericht en die richten zich vaak naar buiten en die geven vaak anderen de schuld. Het zijn de vervormde strijders. Maar anderen die meer het masker van de liefde hebben gedragen, dus die meer gepleased hebben, mensen hebben willen pleasen en daarmee zichzelf hebben veronachtzaamd, verlogend of anderen
belangrijker hebben gevonden dan zichzelf. Want daardoor gaan bekers ook vallen, want je bent niet authentiek. Het is allebei nep. De masker, zowel de masker van de macht en de masker van de liefde. En sommigen dragen dus een gecombineerd masker. Hè, zowel van de macht en de ene keer weer eens van de macht. En de andere keer weer eens van de liefde. Maar ja, het vergt wat, even wat zelfonderzoek, even wat stil zijn en meditatie. En heel eerlijk naar jezelf kijken. In hoeverre jij alleen maar het goed in jezelf ziet en het kwaad niet in jezelf ziet. Dus jouw schaduw niet onder ogen wilt zien. En dat jij het kwaad alleen maar wel in anderen, alleen in anderen ziet. Maar echt, in alle gevallen ben jij zowel slachtoffer als dader. En heb jij zowel goed als kwaad in je. En dan kun je, dan kan ik een heel extreem voorbeeld noemen. Dat mensen ook kunnen zeggen, of het ego van de mens dan kunnen zeggen, oh nee, maar dat is absoluut niet waar hoor. Want ik heb geen kinderen misbruikt. Of dat kwaad heb ik niet in mij. Nou, dat kan zo zijn in dit leven. Maar het kan best zo zijn dat jij in een vorig leven wel degelijk anderen, dat je een kind seksueel misbruik hebt. Als je iemand of gewelddadig bent geweest, dan kan het best zo zijn dat in dit leven, dat je dat niet van jezelf herkent, maar dat het wel degelijk, dat je met dit karma, met dat karma, dit leven bent binnengekomen. En dat je misschien juist het slachtoffer van wordt. Want als je er eenmaal slachtoffer van wordt, dan pas ga je lijden, dan pas ga je ervaren en voelen wat het betekent om misbruikt te worden. Hè, want dat hoeft niet alleen seksueel te zijn, dus natuurlijk, want dat kan emotioneel ook. En dat gebeurt weliswaar, naar mijn intuïtieve waarneming zelfs nog meer. Dat mensen heel erg emotioneel worden verwaarloosd. Zeker als er alleen maar die mannelijke energie is, want dat is verstoken van empathie en voelen. En als jij bij jezelf het voelen hebt onderdrukt, ja, dan word je hard voor jezelf, maar ook voor anderen. En dan heb je zeer zeker ook mensen emotioneel verwaarloosd. Geen begrip, te hard zijn, veel moraal, oordelen, et cetera. Dat hoort er dan allemaal bij. Dus een aantal die dus dicht bij de victory zitten, is het heel erg belangrijk om bij jezelf te raden te gaan, heb ik echt vergeven? Heeft die vergeving plaatsgevonden? Of zit ik nog in de energie van slachtoffer of dader? En richt je nog de schuld aan de ander of richt je nog de schuld naar jezelf? En ben je niet, en kun je niet zien van, hé, maar deze ervaring heb ik nodig gehad om mededogen te krijgen en om tot vergeving te komen en om te zien, oh ja, ik moet niemand veroordelen en al mijn scherpe oordelen laten varen, want we hebben allemaal zowel goed als kwaad in ons. En dat maakt dus je goddelijk bewustzijn in je wakker en de onvoorwaardelijke liefde. Want als je dat weet, dan ben je in staat om onvoorwaardelijk lief te hebben. Want dan veroordeel je niet als jouw geliefde even of een schaduw issue toont. Wat hij of zij nog op moet lossen. Dan kun je dat gewoon zien als zijnde. Hey, daar komt die schaduw weer even boven. En dan kun je daar met onvoorwaardelijke liefde naar kijken. Want achter de schaduw zit pijn, verdriet, van afwijzing, verlating. Mensen worden niet meer zo hard. Of mensen hebben maar niet maar zo die schaduw verkregen. Dus dat is belangrijk. De vergeving, mededogen, weten dat je zowel dader bent als slachtoffer. En dan stap je direct uit de slachtofferrol en zit je in de vergeving. Oké, nou, ik ga toch ook nog even
een legging doen. Keltisch kruis. Kijken wat daar nog naar voren komt. Die valt eruit. Die gaat onder op het dek. En wordt dan dus leidraad voor deze reed. Oké. Nou, dan gaan we vanzelf kijken welke eruit viel. Ik zit overigens niet nog steeds in mijn huispak, maar ik zit alweer in mijn huispak. Even zien. Ik vind het zo heerlijk om als ik thuis ben, die al die strak zittende kleding, spijkerbroeken, laarzen, whatever, uit te gooien en heerlijk in mijn huispak te zitten. Nou, en aangezien deze readingen altijd op de grond doe, is het ook zalig om als niks knelt. Oké, daar gaan we. Even een zijpad naar mijn huispak. De situatie. Ik heb overigens zelf heel erg gisteren de collectieve energie gevoeld. En daar had ik ook een voorbeeld van in mijn leven van gekregen. Waardoor bij mij ook nog behoorlijk wat het collectieve verdriet. En ik maak natuurlijk ook nog deel uit van het collectief. die heb ik heel erg heftig gevoeld. En mij duidelijk werd, is dat egoïsme doet pijn. Doet jezelf pijn, maar doet de ander ook pijn. Hè, dus alleen aan jezelf denken doet pijn. En dat is misschien ook wel die energie, hè, die van die ene kaart, deze. Van dat een aantal mensen ook de afgelopen jaren behoorlijk in het transformatieproces zijn gezet. En erachter zijn gekomen, oh mijn god, wat ben ik eigenlijk egoïstisch geweest. En wat heb ik eigenlijk aan mezelf gedacht. En daar ook spijt van hebben. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk ook dat gespiegeld. Hè? Je eigen egoïstische gedrag krijg je gespiegeld in de buitenwereld. Dus je daarom, om in een energie te gaan zitten van nou, de ander heeft schuld en ik niet. En de ene is goed en de ander is kwaad. Hè, dat is geen hoger bewustzijn. Dan zit je echt in het lage bewustzijn. Want je ervaart altijd in je buitenwereld wat in jou nog moet worden gezien. He, dus ervaar jij veel egoïsme bij anderen. Kan het A zijn dat er nog een wond met betrekking tot egoïstisch gedrag moet worden geheeld? Of je bent zelf nog egoïstisch? Dat kan ook. Beide. Dus ja, ook dat vergt dus weer zelfonderzoek. En dat kun je alleen maar achterkomen als je stil bent. Als je in stilte bent. En dat je stopt met hard te werken en van alles te doen. Wat ook de vorige readingen heel veel naar voren is gekomen. Dat heel veel mensen gewoon heel erg gestrest zijn doordat ze alleen maar bezig zijn. Nou, en dan kom je niet bij de waarheid in jezelf. Oké. Ik wil graag voor de hoe heet dat? Een verklarende kaart. Met betrekking tot advieskaart nabije toekomst. En dan wil ik deze. En surrenderkaart. Surrender to. Wat moet je opgeven?
geef me over. Ik geef het op. Ja, hey. Die komt me bekend voor. Ik zag hem al stiekem. En nog een archetype kaart met betrekking tot de schaduw of je lichtkant. Oké, die wou er echt uit. Nog één. Oh, dat is snel. Nou, vertrouw maar op dat het goed is. Oké, daar gaan we. Onder op het dek. Drie van water. Dat is een hele mooie kaart. Bekers drie. Dat is de kaart. En dat, ja, dat verklaart een beetje dat ik voelde ook dat er voor een aantal de victory nabij is. Want dit is die kaart van feest vieren. Weer plezier hebben in het leven of de behoefte hebben om meer plezier te hebben. En dat er iets gevierd kan worden. Een bruiloft, een slagen of een geboorte. Er is iets om feest over te vieren. Om blij te zijn. En er is iets... Ja, er is feestvreugde. En dat kan natuurlijk dan zijn van een completion van een bepaalde periode. Hè, dat een bepaalde periode wordt afgesloten. Maar we gaan verder nog kijken. De geliefden. Recente verleden. Of ja, in het verleden. Ja. Oh, wauw. Onverstandige keuze. Dus over het verleden. En dat gaat dus met betrekking tot de geliefde. En dat is precies deze, hè? Met betrekking tot de geliefde keuzes hebben gemaakt waar je spijt van hebt. Waar je verdriet van hebt. Intuïtie. Ego. Ja. Ja, hier heb je die kaart staan van 8. Het gaat heel snel. Dit is die ontzettende snelle vuurenergie. Staven 8. Het zijn hele snelle impulsen om je tot ontwaken te brengen. En om je bij de issues van je ego te brengen. Dat je erachter gaat komen. Hey, waar zit ik nog vast? Waarin ben ik nog te zeer gericht op materiële dingen. En waarover heb ik nog negatieve gedachten gebaseerd op angst? En het heeft dus te maken met de geliefde. En of dat nou je karmische geliefden zijn geweest, het heeft met je verleden te maken. Kijk, alle geliefden die deel hebben uitgemaakt van jouw verleden. Hij ligt op het verleden. En daarin heb je... Kijk, normaal in die lichtkant zegt deze kaart van ja, intieme relaties en dat je gevoelens met elkaar kunt delen, dat je authentiek bent, dat je echt bent, dat je helemaal jezelf durft te laten zien in je kwetsbaarheid, in precies zoals jij bent en dat je niks achterhoudt, geen geheimen hebt, alles in openheid, transparantie. Geen egoïsme, altruïsme. Je bent bereid om te geven aan je geliefde. En je kunt ook die liefde terug ontvangen. Maar daarin is dus in het verleden het een en ander misgegaan. Bij je geliefden. Mensen waar je van hield. Want dat zegt deze kaart. Een onverstandige keuze. En leer van deze situatie. En kijk nog eens goed naar ieders beweegredenen. Kijk, en dan kom je gelijk bij deze om te kijken van... Oké, ik heb wellicht een onverstandige keuze gemaakt destijds... maar ik heb gedaan wat ik toen dacht dat het beste was. En ben er nu achtergekomen na jaren innerlijk werk... dat eigenlijk helemaal geen waarheid was. En dat ik mezelf ook beperkt heb met mijn ego... met mijn angstdenken, met mijn gevoel vast te zitten... met dat ik... te veel gericht was op andere dingen, op de materiële wereld. En dat je nu beseft, hé, daarmee heb ik heel wat bewerkstelligd. En zijn die bekers omgevallen, eigenlijk van mensen waar ik heel veel van hield. Ik ga deze even uit het boekje voorlezen. 5 van lucht. Die zegt... Het is allemaal niet zo gelopen zoals je had gehoopt. Maar
Je kunt het opnieuw proberen. Je kracht ligt niet in hoe alle puzzelstukjes op hun plek vallen, maar in hoe jij, terwijl je ermee bezig bent, met jezelf omgaat. Misschien heb je nu het gevoel dat de hele onderneming te riskant was en de prijs ervoor te hoog. Ga dan eens heel goed, stap voor stap na, hoe het allemaal is gegaan, zodat je er je les uit leert voor de toekomst. Dat is de lichtkant van zo'n energie. Van, hé, mijn eigen aandeel. Hé, wat is er misgegaan? Doe even een stap achteruit. Wat voor les moet ik eruit leren om het in de toekomst beter te doen? Les voor de toekomst. In deze situatie is er iemand die niet uit integriteit handelt. De wil om te winnen is zo sterk dat die persoon de behoefte van anderen negeert. Kijk eens naar ieders motivatie, ook die van jezelf. En deze kan dus ook gaan over onverstandige keuzes, alleen aan jezelf denken, wraak willen nemen, te begeerig. Kijk, en dat heeft dus inderdaad alles te maken met deze kaart. En het is ook dus geen toeval dat die daar ligt, op het bewustzijn. Dat is echt belangrijk dat je daarvan heel erg bewust gaat worden. Dat we hebben allemaal dat ego. We hebben allemaal op momenten dat we zo boos zijn en zo geraakt worden in onze oude pijn, dat ons ego ons aanzet om wraak te willen nemen. Of dat nou passief is of actief. Want passief doen de mensen met een masker van de liefde, die doen passief wraak nemen. Door te negeren, door stiltebehandeling te geven. En mensen die veel meer in die strijdlust zitten, die gaan erop uit om wraak te nemen. Oké, maar het gaat ook, het hoeft niet eens helemaal over wraak nemen te gaan, maar wel ook over alleen maar aan jezelf denken. En niet aan een win-win oplossing, maar aan jezelf denken. Dat is waar het bewustzijn al zicht op heeft bij heel veel. Of waar nog meer bewustzijn over mag komen. Dat het extra in je bewustzijn moet indalen. En dat kan alleen maar als jij tijd voor jezelf neemt. Tijd voor een pauze. Tijd voor een vakantie. Geef jezelf meer tijd voordat je een besluit neemt. In meditatie kun je het antwoord vinden. Je hoeft niet op vakantie te gaan. Deze kaart zegt in ieder geval dat je je terug moet trekken in het alleen zijn. Kijk, dat zegt deze ook. Genieten van kleine luxe dingen van het leven. Maak tijd om rustig alleen te zijn. Dat is ook nog een beetje een dwarsliggertje op deze. Tijd om rustig alleen te zijn. Want dan, kijk, als je rustig alleen kunt zijn, dan kun je ook genieten van de kleine dingen van het leven. En dan zul je uiteindelijk ook succes in je zelfstandige beroep krijgen. Als je op een switch zit om iets in je oude leven achter te laten, om meer je lichtwerk te gaan doen, dan als je meer in die energie leert zijn van mediteren, stil zijn, alleen zijn, naar je intuïtie luisteren, dat leiding te laten zijn, de hoge priesteres in jou, in zowel man als vrouw, dan gaan de dingen beter. Maar dan moet je wel leerling kunnen zijn. Die ligt onbewust. Een nieuwe periode van studie. Iets uitdagenders willen doen. Dat wil zeggen dat je meer geprikkeld wordt om je om verder te gaan, om meer te leren, maar ook met betrekking tot betrouwbaarheid. Succesvol te zijn, maar dan op een meer pure manier. Die schildknaap, die zijn puur. Die hebben ook die onschuld van dat kind ook nog. Leerling willen zijn wil zeggen dat je het ego niet meer op die driver's seat laat zitten. En dat niet het ego bepaalt, jouw richting bepaalt. Want dat ego is bang. En die gaat dit doen.
Ja, maar joh, dan moet je allemaal niet... Oh nee, je hebt het allemaal al verprutst, joh. En weet je, dat moet je allemaal niet meer oppakken, joh. Want nee, weet je, laat het allemaal maar. En nee, joh, daar kun je nog alleen nog meer aan verprutsen. En nou ja, het ego gaat jou niet in de puurheid brengen om te doen wat jij voelt in jouw intuïtie dat juist is. Wat puur is, wat zuiver is, wat vanuit je hart is. Want dan moet je... Maar als je eigenlijk al je kennis die je hebt laat varen en die schildknaap van aarde durft te zijn en dus terug naar school durft, en dat is de school van de opgestegen meesters, hè, dat je je laat leiden door de goddelijke wijsheid, ja, dan ga je weer vooruit. Even kijken, schildknaap van aarde, wat zegt hij nog meer? Ja, dat je continu onderzoek wil blijven doen. Het nodige onderzoek doen. Terug naar school. Iemand die overigens zijn leeftijd ver vooruit is in wijsheid. Maar dat zijn al de lichtwerkers, want het zijn oude zielen. Hè, maar de valkuil is als er nog een ego zit, dat ze denken, oh, ik weet alles al. Dus voorbij het ego. Voor de rest staat hij ook voor betrouwbaar zijn. En dat je nieuwe interesse krijgt om een nieuwe passie te beginnen. Nou, dat ligt nog wel wat onbewust. Want als je hierin blijft zitten, van oh, ik heb het allemaal verkeerd gedaan en oh, wat ben ik slecht en oh, ik kan het niet meer goed maken. En dit, dat het je kop laat hangen en maar in rouw blijft, langer dan noodzakelijk, en eigenlijk dus meer in slachtofferdenken gaat zitten, dan komt dit niet tot bloei. Hè? Dat je succes gaat krijgen in jouw zelfstandige beroep als, ja, dat je verschil gaat maken als lichtwerker. Hoe je dat ook gaat doen, want dat ligt helemaal aan jouw kwaliteiten. En dat weet jij zelf. Als je op dit punt staat, weet je zelf wat... ja, wat waarschijnlijk je missie gaat worden. Maar goed, leerling durven zijn. Betrouwbaar durven zijn. Geduldig zijn. Dit proces is ook heel belangrijk. Maar ook geduld met betrekking tot anderen. Andermans beweegredenen. Er begrip voor hebben. Mededogen. Weten van, met jezelf, maar ook met anderen. Dus de intuïtie ligt bij jou. Luister naar je intuïtie, heb geduld en denk goed na wat je wilt voordat je tot actie overgaat. En dat wil dus eigenlijk zeggen, ga pas tot actie over als jouw intuïtie dat tegen je zegt. Hè, maar dat kan je alleen maar erachter komen door die pauze te nemen, vakantie te nemen, stil te zijn, rust te nemen, mediteren. Dan vind je je antwoord niet vanuit het ego, maar vanuit je goddelijk zelf, je hoger bewustzijn. Daar moet je naartoe. Want een koningin heeft een hoger bewustzijn. Er ligt bij jou wat de hoop en de vrees. En dat is ook je vrouwelijke energie. En die is onafhankelijk. Die wil dus keuzes maken vanuit onafhankelijkheid. En die wil ook alles ervaren. Die is realistisch, maar ook geestig. Objectieve besluitvorming en... Ze ruimt alles uit de weg van alles wat niet langer van nut is. En ze kan ook nog de humor zien in de situaties. Die ligt op de hoop en de angstplek. Koningin van Lucht die moet dan dus ook uit de weg ruimen wat niet langer van nut is. En dat is in dit geval in schuldgevoel blijven hangen. En in spijtgevoelens blijven hangen. Slachtoffergevoelens blijven hangen. Want dan leer je de les niet. Dan leer je de les niet van de onverstandige keuzes uit het verleden. Dat is een strategietje van dat ego. Om jou lekker vast te laten zitten. En dat je om jou weer te richten op materiële dingen. Om je te richten op angstgedachtes,
negatieve gedachten. Van het heeft toch allemaal geen zin. En ik heb het allemaal verprutst. En nou ja, wat jouw negatieve denken dat allemaal kan verzinnen. Dus vergeving. Daar ligt de oplossing. Vergeving van jezelf en vergeving van anderen. En de advieskaart naar bij je toekomst is 7 van vuur. En die lijkt er in eerste instantie niet zo heel erg bij te passen. Ik ga hem even... verdedig je overtuiging en je beslissingen. Blijf op je standpunt staan. Kies met wijsheid waarover je de strijd wilt aangaan. Eens even kijken wat er bij mijn intuïtie ook... Doorzettingsvermogen, moed, ja, dat is, kijk, je hebt nu andere overtuigingen dan toen. Je hebt nu andere motivatie dan toen. Weliswaar heb je ook keuzes gemaakt vanuit de overtuigingen uit het verleden. Maar deze is gericht op advieskaart nabij je toekomst. En dat wil zeggen dat als jij nieuwe overtuigingen hebt verkregen door jouw transformatie en door je zelfonderzoek en door wat je allemaal hebt ervaren, ga daar dan voor. En heb moed om daarvoor uit te komen. En heb ook moed om je beslissingen te nemen. Om nog alles op te ruimen wat niet langer van nut is. Maar ook, heb ook de moed om andermans ego om die bloot te leggen. Invloed van anderen, ego. Heb ik dus ook de moed om je niet te laten beïnvloeden door ego's van anderen. Schiet me nu naar binnen. Omdat die intuïtie nu eenmaal bij jou ligt. Dus eigenlijk zegt me dit dat bij jou eigenlijk veel meer die intuïtieve ingevingen bij jou komen. Maar dat het ego van de ander jou nog terug kan halen, trekken. Zo moet ik het omschrijven. In dit gevoel. Het kan zijn dat anderen tegen je zeggen: ah joh, dat intuïtie, dat. Nou ja, ik snap niet dat je daar vanuit gaat. Ik weet niet. Anderen die daar nog niet in zitten, die kunnen er niks mee. Met wat ze niet kunnen zien. Dus, en anderen proberen je dan, als je nog niet helemaal. Sterk staat, dan laat je nog beïnvloeden. Maar kijk maar hoe mooi dit is. Deze ligt bij jou, deze invloed van anderen. Zie, dus eigenlijk laat jij je soms nog door het ego van anderen beïnvloeden met betrekking tot jouw intuïtieve wijsheid. Zo moet ik hem lezen. Zie je dat? En dat je dan ook nog wat zaken die niet langer van nut zijn, langer dan noodzakelijk meelaat spelen in jouw gedachtes en beslissingen. En dat je, het nodigt je uit, het ego van de ander nodigt je uit om op jouw standpunt te blijven staan. Zo moet ik hem doorgeven. Moed om het ego in jezelf te zien, maar ook in de ander. Moed om je eigen aandeel te zien, maar ook in de ander. De moed om zowel het goed als het kwaad in jezelf en in de ander te zien. Zodat je tot mededogen komt. Maar dat je ook niet meer laat, als je eenmaal zelf
uit het ego bent getransformeerd, of zoveel mogelijk, hè, want die ligt bij jou, die hoge priesteres. Ja, dat je op jezelf moet gaan vertrouwen dat je zo ver bent gekomen. Ja, dat is het voor nu even. Ik krijg even niet meer inspirerende ingevingen. Dus ik ga even verder. Kijk, en de 8 voor vuur is dat het... De dingen gaan heel snel. Er is geen vertraging meer. Er gebeurt heel veel tegelijkertijd. Nou, dat voelen jullie. Dat kan niet anders. Het gaat echt heel, heel snel. Maar het is allemaal met als doel om jou naar... met versnelling naar jou... passie te brengen, naar je dromen te brengen. Deze kaart zegt, hou je goed vast. Want de dingen komen nu in een hogere versnelling. Er zijn geen vertragingen meer. En je plannen kunnen snel en energiek tot uitvoering worden gebracht. Het kan zijn dat je je overrompeld voelt als dingen ineens zo waanzinnig snel gaan. Het is stimulerend en een beetje overweldigend, maar het voelt heel goed dat je dromen waarheid worden. Plotseling gebeurt er van alles tegelijkertijd. Te veel ijzers in het vuur. Blijf met beide benen op de grond staan. Je boodschap wordt op dit moment goed ontvangen. Blijf in de spotlight. Onverwacht veel succes of heel veel inspiratie. Nodige informatie krijgen. Nou, dat kan ook zijn. Hè? Dat je ook met die synchroniciteit, dat je steeds in een heel rap tempo precies de juiste informatie krijgt. Wat jou weer verder helpt op jouw pad. Om de dingen op te ruimen die niet langer van nut zijn. En dus ook misplaatst schuldgevoel. Schuldgevoel waar je in blijft zitten. Slachtofferschap. Want dat houdt je af van onvoorwaardelijk liefhebben. En van het hoger bewustzijn. En ook van mededogen. Dus vergeef jezelf. En anderen. En dan kun je ook jouw eigen zuivere overtuigingen en beslissingen verdedigen. En dan kun je gewoon... op je standpunt blijven staan. En dan kies je met wijsheid waarover je strijd wil aangaan. Soms moet je een strijd aangaan met een ego. Om je grenzen te stellen. Om je niet meer te laten beïnvloeden. Soms zegt je intuïtie dat. En dat wil niet zeggen dat je in die ego-strijd moet stappen. Juist niet, want dan daar kun je beter uitstappen. Want dat gaan ze proberen, anderen. Gaan proberen jou in een dualistische strijd te trekken. Van ruzie en over en weer gedoe. Dat is niet de bedoeling, ook niet van deze kaart. Maar wel om heel duidelijk aan te geven. Hé, maar dat zijn mijn overtuigingen inmiddels. En daar hoort mijn beslissing bij. En ik blijf op mijn standpunt staan. Wat je ook zegt. Dus, daarover ga ik geen discussie meer aan. Dat is voor mij belangrijk. Dat is voor mijn pad belangrijk om alles uit de weg te ruimen wat mij niet meer dient. Ja, en dan neem je de acties die voor jou goed zijn. Oké. Okay. Ja, oh, nou, kijk. Als je dat dus niet doet, dan krijg je dus weer een torenervaring. Dat zegt deze kaart. Dat is een storm warning. Als je door andere ego's blijft beïnvloeden, de ander, hè, hij ligt bij de ander. Als jij heel duidelijk je intuïtie nu weet. Met betrekking tot je geliefde. Met betrekking tot wat in jouw beleving omgevallen is. Maar het kan ook met betrekking tot je werk zijn geweest. Werkrelaties, geliefde werkrelaties, whatever, wat een tijd is geweest. En jij laat je nog steeds beïnvloeden door het ego van anderen. Ja, dan komt de storm weer. Die zal ik voorlezen. Dan komen de wolken weer aan de horizon. En dan komen de moeilijkheden weer dichterbij. Belangrijk is hier om bewust te zijn. Niet angstig. Overweeg wat er speelt. Wat er aan de hand is. Met kalme klaarheid. Investeer in jouw opties en eer jezelf en jouw intenties. Dat gaat deze.
Wees moedig. Verdedig jouw overtuiging, jouw beslissingen, jouw intenties, jouw opties. Waar jij nu van overtuigd bent dat dat jouw hoogste goed dient. Onderzoek je opties en eer jezelf en jouw eigen intenties vanuit je intuïtie, want die ligt bij jou. Een ander gaat daar met zijn ego waarschijnlijk aan trekken. Maar deze kaart zegt, stand up for yourself and take action on your own behalf. Dus, sta voor jezelf. Kom voor jezelf op en neem actie die voor jou goed is. Ruim op wat jou niet meer dient. En denk niet dat het hopeloos is en dat je het allemaal toch wel fout hebt gedaan en dat er niet iets nog overeind staat. Je hebt van al jouw ervaringen geleerd, je hebt de wijsheid ervan gekregen, je intuïtie is meer ontwikkeld, je luistert er meer naar, maar je moet het ook niet meer verloochenen en je eruit laten trekken, want dan krijg je dus weer een torenervaring. Met alle moeilijkheden, zelfs de meest nare storm gaat weer voorbij. Maar deze storm kun je voorkomen. De energie gaat heel snel. Dus, aan jou ook heel snel de keus wat je gaat doen. Actie ondernemen. Wat voor jou goed is. Veel in stilte zijn. Gaan geloven dat je ook succes gaat krijgen in je zelfstandige beroep. Dat je ook eindelijk kunt genieten van de kleine dingen van het leven. Maak tijd om rustig alleen te zijn. In stilte, meditatie. Daar vind je het antwoord. Laat je niet weerhouden door onverstandige keuzes in het verleden met betrekking tot geliefden. Blijf niet in deze slachtoffer-energie of in een dader-energie. Weet dat je dit allemaal hebt moeten ervaren. Al die omgevallen bekers met betrekking tot geliefden, met betrekking tot werkrelaties. Al die stormen met betrekking tot relaties, werkrelaties heb je mee moeten maken om te komen waar je nu bent. En om jouw intenties helder te krijgen. Om jouw ego-issues helder te krijgen. Om op te kunnen ruimen wat jou niet meer dient, je intuïtie te ontwikkelen, om jou standvastig te maken, om jou moedig te maken, om jouw passieve stagnatiegedrag op te heffen en om ook in actie te durven komen. En om weer leerling te durven zijn en altijd je te willen laten inspireren tot iets nieuws. En dat je weet, hé, ik ben hier op aarde om te leren en mijn lessen te leren. En daarna het door te geven in eventueel een zelfstandig beroep om mijn licht te laten schijnen. Dat ik daar anderen mee van dienst kan zijn die nog niet zover zijn. Dat je jezelf hebt verheft van ego naar de hoge priesteres in jezelf, de goddelijke bron. En dat je daarmee anderen bijstaat om dat ook te kunnen bereiken. Wauw. Oké. Mooi. Surrender. Ja, die kwam ook bij de vorige reading naar voren. Surrender to receiving support and love. Laat toe dat de liefde en support van anderen naar binnen kan komen. In plaats van dat je alleen maar handelt vanuit jezelf. Dat je alles alleen probeert te doen. Dat kan de druk ervan afnemen en het koestert jou dan. Hè? Neem de koesterende zorg van anderen ook. En ja, jij voelt zelf wel, of kijk, van ego's krijg je geen koesterende zorg. Maar van ontwaakte mensen wel. En dat kun je met je intuïtie. Want jouw intuïtie is dus op dit moment zuiver. En je moet er alleen nog op gaan vertrouwen. Dan kun je ook het onderscheid maken van welke persoon jij
support en liefde kan krijgen. En die jou zelfs ook kan helpen om jou verder op je pad te brengen. De beggar is de bedelaar. Dat is het archetype bedelaar. Kijk, en dat heeft volgens mij ook een beetje met die slachtoffer, dat slachtoffer gebeuren. Even kijken. Ja, nou, dit is toch prachtig, hè? Kijk, mededogen en compassie. Kan je mededogen of compassie krijg je dan als je leert vergeven. En als je het goed en kwaad in beide ziet, dan krijg je de lichtkant. Even kijken. Ontwaakt de spirituele autoriteit met betrekking tot compassie en self-esteem, eigenwaarde. En humility. Humility, wat was dat ook weer? Dat weet ik niet meer. Even kijken. Nee, weet ik niet meer. Dus ik lees hem in het Engels en waarschijnlijk daar kunnen we het kun je het altijd nog opzoeken. En ik ook zometeen. Confronts empowerment at the level of physical survival. Awakens the spiritual authority of humility, compassion and self-esteem. Human, het heeft met menselijkheid te maken. En de schaduwkant is afhankelijkheid van anderen. Effort. Oh, wat is dat erg. Dat is de enige nadeel van deze kaart. Het is echt moeilijke. Mijn Engels gaat niet zo heel ver. En dan kom ik soms toch nog wat tekort. Maar ik had het wel opgeschreven. Maar nou heb ik dat waar ik het opgeschreven heb. Heb ik niet bij me. Dus, ik lees het in het Engels voor. Dependence on others to the exclusion of effort. Effort is om, hoe heet het? Effortless is moeiteloos. Hè? De moeite. Dus je bent eigenlijk afhankelijk van anderen. Met betrekking tot moeite. Nou, dus... De beggar, bedelaar. Als je een bedelaar bent, dan ben je eigenlijk, ja, zit je in slachtofferschap. Maar in de lichtkant dus niet. En ontwaakt het spirituele, de spirituele autoriteit met betrekking tot menswaardigheid. Dat is het, menselijkheid. Humility is volgens mij menselijkheid. Compassie en zelfwaarde. En confronts empowerment, confronteert op het level van fysieke overleving. Nou, jij hebt een goede intuïtie. Ik hoop dat het Engels bij jou goed is binnengekomen. En... duidelijk voor je is. Geen bedelaar te zijn in ieder geval. En te blijven. Want dat houdt je vast. Mother archetype. Moeder archetype. Ja, dat is die... support en liefde van anderen te kunnen ontvangen... moet je natuurlijk ook nurturen, koesterend zijn naar jezelf... En dat is het moederarchetype, het vrouwelijke in jezelf. Een moeder voor jezelf zijn, een moeder voor je innerlijk kind zijn. Koesterend voor jezelf zijn. Hier zie je moeder met het kind. En we hebben allemaal ook dat innerlijk kind. En als daar nog wat dingetjes zijn van oude gevoelens van afwijzing, verlating... dan moet je jezelf koesteren in plaats van dat jouw ego je in slachtofferschap... in beggarschap laat zitten. Met de handen voor de ogen en afhankelijk te zijn van anderen.
En buiten jezelf. En dus, en ook niet meer in je fysieke overleving te zitten. Dat je daarmee jezelf durft te confronteren. Dat je, kijk, het ego zit in fysieke overlevingsstrategieën. Hè? En heeft geen compassie met zichzelf. En ook niet met anderen. En dus ook niet met anderen. Die heeft alleen maar deze energie van, oh, wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? En oh, ik ben slecht. Of wat heeft de ander verkeerd gedaan? En de ander is slecht. Dat. Maar dat voorkom je dus met dat moederarchetype. Het wordt steeds meer duidelijk. Koesterend. Geduld met jezelf. Onvoorwaardelijk jezelf liefhebben. En a joy in giving birth to life. Dus het plezier hebben om steeds nieuwe dingen in je leven te geboren te laten worden. Dus dat wil zeggen dat je nooit vast, dat je niet toelaat dat je vast komt te zitten. Niet door je eigen ego, maar ook niet door een andermans ego. En dat voorkom je door je intuïtieve ingevingen te volgen en daarop, op basis daarvan ook tot actie over te gaan. Die kun je alleen maar horen in stilte. En ondertussen jezelf heel erg koesteren. Goed voor jezelf zijn. Geduldig zijn met jezelf. Jezelf onvoorwaardelijk liefde geven. En dan kun je dat uiteindelijk ook van de ander ontvangen en teruggeven. In geven ligt de sleutel. Maar dat moet je het eerst aan jezelf geven. En de schaduwattributen is dus van de moeder, van het moederarchetype, is dat ze de kinderen verwaarloost en verlaat. En dat ze ook schuldgevoelens bij kinderen aanpraat als ze onafhankelijk worden. Dus als jij een dergelijke moeder hebt gehad die niet in balans was, dan heeft zij jou waarschijnlijk behoorlijk wat schuldgevoel aangepraat als hoe meer volwassener jij werd. Of hoe meer zelfstandig jij werd. En dat jij voor je eigen overtuigingen durfde te gaan. En op basis van je eigen overtuigingen beslissingen durfde te nemen. En misschien is dat door jouw moeder. Dat is ook de wond bij heel veel mannen. Ook, het was trouwens ook mijn wond. Mijn moedervond was heel sterk. Dat je je schuldig gaat voelen zodra je voor jezelf gaat kiezen. Dat is eigenlijk wat dit archetype je wil zeggen. En dan is het heel erg belangrijk om naar je moeder te gaan voelen van, hey, ja, maar als ik met die schaduwkant van de moederarchetype in mijn leven blijf staan, dan blijf ik dit scheppen. Dan blijf je scheppen dat je elkaar verlaat, dat je schuld en schuldissues krijgt. Het zij de schuld aan een ander geven. Het zij de schuld bij jezelf leggen. Guilt in children for becoming independent. Deze moeders, en mijn moeder heeft dat ook altijd gedaan. Vanuit haar eigen wonden. Hoe meer ik me losmaakte van haar. Hoe meer ik de navelstreng doorknipte. Hoe meer boos zij werd. En hoe meer schuldgevoel zij mij ging aanpraten. He, dus hij komt niet voor niks naar boven. Dat wil mij zeggen dat als je hierin zit en niet positief kunt denken aan wat er nog voor jou overeind staat, dan heb je nog iets. Wees je dan bewust dat die moederwond nog bij je speelt. Guilt, schuld. En dat is niet koesterend voor jezelf. Oké, was dit het? Of wil ik er nog een? Ja, ik wil hier nog eentje uit. Even vragen, is er nog iets meer over te zeggen? Er komt een kaart uit
Zes van water. En dat gaat over jeugdherinneringen. En er komt de kaart uit Koningin van Water. En die gaat over... Ja, dat is die hoge priesteres ook weer. In jezelf. Relaties kunnen op een hoger plan dan komen als je je intuïtie vertrouwt en ook volgt. Maar ook weer die koesterende zorg. Zorg goed voor jezelf, maar ook voor anderen. Hè? Wees goedhartig, wees meelevend, wees geduldig, wees liefdevol. Dat past helemaal bij die hoge priesteres. Dan ga ik hem even van die zes van water uit het boekje... want die heeft meerdere betekenissen en dat is dan voor jezelf belangrijk om jouw eigen, om dat op jezelf, bij jezelf in te voelen met je intuïtie. Het kan namelijk ook hebben met iemand die jou nog steeds bezighoudt uit je verleden. Ik zal hem voorlezen. Persoonlijke jeugdherinneringen zijn om een of andere reden weer naar boven gekomen. Misschien moet jij nog een oude kwestie oplossen. Dat kan dit wel eens zijn. Dat er ook nog eens een beker... dat er iets, een oude kwestie moet worden opgelost... waarin je een niet zo'n goede keuze hebt gemaakt... met betrekking tot een geliefde. Persoonlijke jeugdherinneringen zijn om een of andere reden weer naar boven gekomen. Misschien moet je nog een oude kwestie oplossen... Of misschien duiden die herinneringen op iets dat nog moet komen. Misschien kom je weer met bepaalde vrienden in contact of met een oude liefde van vroeger. Het kan ook zijn dat je nieuwe mensen tegenkomt die vertrouwd voelen als oude vrienden vanwege karmische verbindingen. Het effect dat deze situatie op kinderen heeft kan belangrijk zijn. Oh, kijk. Ah, oh, ik weet hem. Hier, en ook duidt deze kaart op kinderlijke onschuld. Geen schuldgevoel hebben. Ja, wauw. Met betrekking tot een oude kwestie uit het verleden, met betrekking tot geliefde. Dat kan dus ook een vroegere liefde zijn uit je verleden. Bereiken we de onschuld van het kind. Geen schuldgevoel hebben. Je hebt het allemaal ervaren om je lessen te leren. Word geen beggar, geen bedelaar. Wees niet afhankelijk van wat anderen ervan vinden. Of dat je pas, dat je heel afhankelijk bent van dat anderen jou moeten bevestigen in alle moeite die jij doet. Dat heeft te maken met die abandonment, de verlating, afwijzing van de moeder. Dus ja, duidelijk. Geen schuldgevoel hebben. Relaties komen op een gegeven moment op een hoger plan. Als je je intuïtie gaat vertrouwen. En jouw intuïtie zegt je... joh, dit heb je allemaal meegemaakt... om jou daar te brengen. Bij die twee die overeind staan. Al die karmische relaties, al die soulmates... Al die geliefden uit het verleden. Al jouw ervaringen uit het verleden. Al jouw herinneringen, jeugdherinneringen. Dingen die met jou als kind te maken heeft gehad. Met jou als moeder. Het heeft allemaal een doel gehad. Om jou bij jouw ware geliefde te brengen. Maar ook om jezelf weer te herinneren met jouw goddelijk zelf. Wauw, dat is wel goed dat ik hem even uit het boekje... Want deze is nou... Je kunt hem echt op meerdere manieren uitleggen. Dus, maar verdorie, geen schuldgevoel hebben. Dat was het. Wauw. Ik wil er nog één. Surrender kaart. Meerdere... Oh. Oh nee, dit zijn er veel te veel. Ik doe het nog even open, over. Meerdere kaarten heeft zeggen. G-
geen schuldgevoel hebben. Schuldgevoel, ego houdt je in dat schuldgevoel, zodat je, dat je lekker vast kan blijven zitten. Ja, surrender fear. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment. Focus on solutions and celebrate every baby step forward. Laat angst varen. Laat al je angstige verhalen, wat je aan jezelf aan het vertellen bent, varen. Ook dat je schuldig bent, dat je goed bent of dat je kwaad bent. Of dat je het allemaal niet terug kan draaien. En dat je, nou ja, whatever. Want dan ga je niet je zuivere intuïtie volgen als jij dit nog toestaat. En als jij je nog door anderman, ego, invloed van anderen, ego's laat terugtrekken. Ik zou kiezen voor het slagen, plezier hebben, dat er iets te vieren valt. Bruiloft, daar staat hij ook voor. Daar zou ik voor gaan. Laat het verleden achter je. Laat het gaan. Laat het los. En volg je intuïtie, want hij ligt niet voor niks bij jou. Het is alleen maar een kwestie dat je het waarschijnlijk nog niet helemaal vertrouwt. En dat je toch nog terug laat trekken door oude ego-gedachtes. Het zij met betrekking tot invloed anderen, kan ook de invloed van je moeder zijn. Is ook een andere geweest. En dat nog als stemmetje in je hoofd spookt. Maar kies niet meer voor die storm. Is niet meer nodig. Kom voor jezelf op. Verdedig je nieuwe intenties. Verdedig jouw nieuwe overtuigingen en maak de beslissingen die daarbij passen. En zorg voor jezelf en voor anderen. Wees meelevend. Die vrouwelijke energie weer in jezelf. Standvastige vrouw, onafhankelijk, maar ook die zachte, aardige vrouw. Nou, prachtig. Dat was hem. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Heel veel liefs. Bye.